30 dagen, 5 deelnemers met één gemeenschappelijk doel voor ogen. Een eerste betalende klant binnenhalen. Opgeven is geen optie. Wat doet iedereen? Doe iets wat de anderen niet bereiken. Jij krijgt elke dag opnieuw dezelfde 24 uur als mij. Mijn naam is Kel Fretier en ik geloof dat eender wie in de mogelijkheid is om binnen de 30 dagen een extra inkomen te verdienen. 5 mensen met verschillende achtergronden gaan de uitdaging aan. Gedurende 30 dagen neem ik hen onder mijn vleugels, zodanig dat we samen dit doel kunnen bereiken. Goed jongens, ik heb fantastisch nieuws. Ik ga iets doen dat ik nog nooit eerder gedaan heb, waarvan mijn team zei, Kel, je bent zot, je kunt dat niet doen, want je hebt te weinig tijd om die dingen klaar te krijgen. Ik ga een 30 dagen challenge doen. Ik ga een 30 dagen challenge doen, 1-op-1, met mensen die geen klanten hebben momenteel. Het is enkel alleen voor mensen andersom. Wat als ik kan bewijzen aan iedereen, dat wat je achtergrond ook is, wat jij ook fucking doet, wat als ik kan bewijzen dat jij van 0 klanten naar 1 klant op zijn minst kunt gaan, in de komende 30 dagen 1 klant die je 12.000 euro per jaar oplevert, welke impact zou ik dan kunnen maken? Ik heb besloten om dit te doen om verschillende redenen, maar de grootste reden is heel eenvoudig. Kel Fretier geeft training en coaching over iets wat hij zelf niet doet. En dus Kel beslist om een jaar geleden We've Gotcha op te richten. En We've Gotcha wordt heel snel een relatief groot succes. We draaien vandaag 45, 50 klanten, ik weet het niet zeker. We zijn vandaag weer een nieuwe klant binnen. Deze week 2, we zijn vandaag dinsdag. En dan krijg ik de kritiek. Ja, maar Kel, voor u is het gemakkelijk. Je hebt de naam. Je hebt een netwerk. Dus voor u is het allemaal niet meer zo moeilijk. Oké. Okay. Dus ik dacht, daag mij uit. En ik toon u dat het mogelijk is voor eender wie met de juiste mindset en de juiste ingesteldheid. En dus ik zei tegen het team, ik ga iets doen wat ik nog nooit eerder gedaan heb. En dat is dit. Het is iedereen of niemand. Dus ik ga de extra mile en ik verwacht van u hetzelfde. Is dat goed voor iedereen? Alright. Ja. Mooi. Ieder van ons heeft 0 klanten. Ieder van ons gaat minstens 1 uur per dag vrijmaken, van maandag tot en met vrijdag, 5 uur per week. Om te zorgen dat we binnen 30 dagen een klant hebben die ons 750 euro, 1000 euro, 1500, 2000 euro per maand betaalt. Met andere woorden, 12.000, 24, 36.000 euro per jaar. Ik wil niemand 1 week missen. Het interesseert me niet of jij COVID hebt, het interesseert me niet of jij de griep hebt. Ik ga hier ook zijn. Ziek, niet ziek, moe of niet moe. Ik heb de afgelopen weken milde van 3 of 4 uur geslapen, dus maak u geen zorgen over mij. Jij moet hetzelfde, wanneer jij ziek bent, wanneer je moe voelt, jij gaat jezelf moeten oppeppen. Niemand gaat het voor u doen. Alleen ik. Ik ga het wel doen. Ik ga je opheffen. Maar ik ga niet mee in uw ziekte en ik ga ook niet mee in al die shit dat je meemaakt in uw leven, want ik ga daar ook door en iedereen die hier is, gaat hier ook door. Iedereen. Iedereen maakt dezelfde shit mee, geloof mij. Je gaat morgen iets meemaken op je werk. Je gaat denken, fuck, waarom ben ik die challenge begonnen? Je gaat thuiskomen, je partner gaat zeggen, oh, zal je niet een dagje rusten? Voilà, dag 1 is verkloot. Gefeliciteerd en we zijn al verloren en we zijn al gedaan voor de moeite. Dat is de realiteit. Ik weet hoe die dingen. Jongens, ik heb honderden mensen in de afgelopen 3,5 jaar geholpen. Honderden. Ik heb met heel veel mensen samengewerkt, heel veel. Maar één ding weet ik, en dit kan ik u vertellen. Dit is een 100% zekerheid. Zowel Nomi als Zila zullen nu dit bevestigen. Alle cursisten, iedereen die bij mij 1-op-1 ooit gewerkt heeft. Ik heb ooit 1-op-1 trajecten verkocht en dit ging niet voor gratis zoals jullie. Iedereen die ooit met mij 1-op-1 traject gedaan heeft, heeft geld verdiend, veel geld. Ik heb mensen van 7.000 euro naar 19.000 euro per maand gebracht in 3 maanden. Ik heb die kleine Ilias van 0 naar 4.500 euro per maand gebracht in 3 maanden. En ik wil uw eerste klant binnenhalen in uw eerste maand. Iedereen heeft geld verdiend. Maar iedereen die 1-op-1 deed, waren mensen die kwamen opdagen. Jonas, you are the first one. Hallo iedereen, ik ben Jonas. Ik ben 31 jaar. Ik woon in Denderleeuw en ik ben al enkele jaren te werk gesteld in de IT-sector. Ik ben hiermee gestart omdat ik financieel vrij wil zijn en omdat ik geloof in de mentorship van Kel, om eerlijk te zijn. Ja. Pieter Maat, jij zit de volgende, ik ga je spotlighten, doe maar op je gemak. Goedenavond, ik ben Pieter, 32 jaar. Ik ben vader van een prachtige zoon van 4. Ik heb 6 jaar ervaring als ondernemer binnen de transportwereld en ik ben deze uitdaging aangegaan samen met Jonas, omdat wij enorm geloven in jullie. En dan neem ik echt het volledige team binnen andersom.
Jonas en ik spreken al jaren over wij willen samen rijk worden. En wij geloven echt dat we met onze inzet en onze discipline en met jullie begeleiding echt gaan kunnen spreken over the sky is the limit wat betreft financiële vrijheid. Let's fucking go. Nice one, maat. Nice one. Fucking go. Stel beeld, dat is het nice aan die dingen, jongens. Stel beeld. Je kunt altijd terugkijken. En de moeilijke momenten, denk dan deze video. Kort video. Zijn die dingen dat verschil maken? Mooi gedaan. Senne, je zit de volgende vriend. Even spotlighten. Mijn naam is Senne Hulsmans. Ik ben 20 jaar oud en ik woon momenteel ook nog bij mijn ouders. Als holgroep werk ik in de weekends bij Nike. En daarnaast heb ik al iets meer dan een jaar mijn bijberoep. Ik ben in deze community gestart aangezien ik geen standaard 9-to-5 job wil, maar ik wil kunnen genieten van mijn leven zonder beperkingen. En misschien nog wel het belangrijkste van alles is dat ik mijn ouders wil kunnen teruggeven wat dat zij al die jaren aan mij hebben gegeven. Nice man, dat is een mooie. Dat is ook een mooie. Virginie, ik ga bij jou beginnen. Hallo, mijn naam is Virginie, ik ben 46 jaar. Moeder van twee dochters, Julie 21 en Maite 18. Ik heb totaal geen ervaring in het ondernemerschap. Ik werkte voordien in de zorg. De reden dat ik deze uitdaging aanga, is omdat ik graag wil laten zien aan mijn dochters dat je nooit te oud bent om uit de rat race te stappen en iets wil opbouwen voor jezelf. En ook omdat ik vooral niet meer gelimiteerd wil leven en afhankelijk van mijn inkomen uit loondienst. Dik. Mooi. Echt. No pressure aan u, Valerie. Je zit de laatste dude op je gemak. Neem je tijd en doe gewoon een korte introductie. You got this. Je bent wel gemute, dus als je begint, dan weet je dat je gemute bent. Hallo, mijn naam is Valerie. Ik ben 37. Ik woon samen met mijn partner Gert, mijn twee dochters en ook twee pluszonen. Dus zoals ik al zei, veel leven in de brouwerij. Als job werk ik nog dinsdag, woensdag, donderdag als kleuterjuf. Ik heb totaal geen ervaring in ondernemerschap, dus voor mij iets compleet nieuw. En ik ben deze uitdaging aangegaan omdat ik eigenlijk geen grote spreker ben en ik ervan overtuigd ben dat mij dit op andere vlakken in het leven ook gaat vooruit helpen. Dat mij dit ja, veel gaat bijbrengen, nieuwe poorten gaat openen, meer mogelijkheden geeft tot ja, wat genieten van het leven en wat reizen en zo verder. En de bedoeling is om dit op termijn samen met mijn partner verder te zetten. Zoals je ziet zijn dit 5 totaal verschillende kandidaten met allemaal verschillende gezinssamenstellingen. En nee, zoals dat je duidelijk kunt zien, we hebben mensen niet geselecteerd omdat ze al topverkopers zijn of topmarketeers zijn of al heel wat mijlpalen bereikt hebben. We hebben ze geselecteerd op iets totaal anders. We hebben ze geselecteerd op basis van hun competenties. Alright, gedrevenheid, consistentie, doorzettingsvermogen, hun drive en motivatie. Dat zijn de belangrijkste kenmerken tussen iemand die faalt en iemand die succesvol wordt. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dat is ook waarom ik geloof dat het voor eender wie met de juiste mindset, de juiste drive, met consistentie en doorzettingsvermogen mogelijk is. Want ooit stond ik zelf ook in hun schoenen. In uw hoofd weet ik ben al rijk. Ik weet al wat dat is. Ik weet wat dat de komende dagen gaan niet anders zijn. Ik heb die routine gecreëerd. De succesroutine. Dat is hetzelfde nu. Wat ik nu heb bij jullie. Ik weet nu al dat je die eerste klant gaat hebben. Ik weet dat nu al. Alsof dat ik zo'n toekomstvoorspeller kunnen zijn, maar ze noemen mij nu zot. Maar binnen 30 dagen kijken we terug op deze video en kunnen we alleen maar concluderen dat ik gelijk had. Dus ik ben een toekomstvoorspeller, ik weet nu al dat ik gelijk heb. Ik weet nu al dat iedereen hier zijn eerste klant gaat binnen hebben. Dus ik wil heel eerlijk met u zijn. Ik heb in de afgelopen 5 jaar, ik zeg dat niet vaak, by the way. Ik kijk er al emotioneel van. Ik heb heel veel geweend. Holy shit. Ik heb heel veel in mijn bed gelegen en geblijd. Niemand die het zag. Ik heb in mijn bed gelegen, kijkend naar boven naar het plafond, terwijl dat de tranen gewoon van mijn wangen gingen. Ik zit soms in mijn sigarenkot en denk het mij, what the fuck heb ik mijn eigen aangedaan om dit allemaal te doen. Ik heb stress. Ik heb die, omdat ik daag mijn eigen continu uit. Ik heb heel veel zwarte sneeuw gezien en shit gezien. En ik heb spijt dat ik die dingen nooit gedocumenteerd heb. Omdat mensen denken altijd dat mijn leven fucking simpel gaat. Maar fuck, het is zwaar soms. Dus het is, ik wil zeggen tegen u, het is oké om ook die fragmenten te tonen. Waar dat je het moeilijk hebt. Waar dat je een traan laat.
net zoals dat bij mij is. Want wij en ik, jij en ik, wij zijn mensen. Van vlees en bloed. Dus ook die momenten mogen vastleggen. Hoe meer jij dat doet, hoe beter voor ons. Hoe beter voor je toekomst binnen 30 dagen. Waarom? Omdat je kunt reflecteren. En kunt demonstreren dat het met vallen en opstaan was. En dat het alles behalve makkelijk was. Maar op die manier zet je alweer het voorbeeld voor anderen. Dus als je die dingen filmt, doe mij een plezier. Doe het regelmatig. Ik vraag geen 5 minuten video's. Gewoon kort. Gewoon je gevoel. Vertel wat er is gebeurd. Wat er goed is gegaan, wat er niet goed is gegaan. Heb je eerste afspraak. Film jezelf als springend van yes, eerste afspraak. Heb je een eerste klant binnen. Koop de fles champagne. Stuur mij de factuur. Ik betaal ze voor u en boom. En je filmt jezelf dat je fles champagne hebt opengepopt omdat je een eerste klant binnen is. Als je tijd spendeert met je kinderen, toon ook de mooie momenten met je kinderen. Want wij denken altijd dat ondernemerschap alleen maar ondernemen is, maar ondernemerschap is ook samen tijd spenderen met je kinderen. Is je kinderen lessen leren. Is kwaliteit tijd spenderen met je kinderen. Tonen dat je er ook voor hen bent. The real deal. Niet het kelfruit hier leven van 18 uur werken zonder verplichting. Ik heb niemand die... Ik heb geen kinderen die geen verantwoording af te leggen. Ik moet gewoon in mijn bed kruipen en opstaan en de rest wordt praktisch gedaan. Wie heeft er ooit gehoord, your network is your net worth. En je geld zit in je netwerk. En ik deel dat heel vaak, maar misschien te weinig. Maar in Andersom bijvoorbeeld en in Elysium Coach, alles wat ik ooit gedaan heb en in alle vormen dat ik ooit gedaan heb, niemand benadert zijn netwerk. Niemand. Iedereen heeft schrik van zijn netwerk, terwijl ik garandeer u dat er fucked up veel geld... Ik kan u garanderen dat er minstens 10% van uw netwerk u een nieuwe klant kan aanleveren. Dus ik hoop dat als ik u vertel wat dat de instructies zijn, dat je volgende week er al zit en zegt ik heb mijn eerste klant. En als je een ring de bel zet in WhatsApp en zegt kel, wat fuck, heb je instructies opgevolgd en boom, ik heb mijn eerste klant, ik weet niet wat er aan het gebeuren is. Door iets wat je al wist, maar niet gebruikt hebt. Ik wil u kort iets vertellen. En ik doe dat vaak, dan heb je context. Dan begrijpt u dat... jij niet alleen bent. En dan hoeft jij niet dezelfde fouten als mij te maken. Jaren geleden, toen ik mijn business startte, het is te zeggen mijn business, had ik een website gemaakt, want ik had de filosofie dat je een website nodig had om succesvol te worden online. Geen website was geen business. Dus wat heb ik gedaan? Ik wil mijn website te maken en ik maakte een professionele copywriter enzovoort. En 4-5 maanden heeft dat geduurd, ik durfde die niet online zetten. Ik had schrik. Ik maakte die om dan ermee te kunnen uitpakken. Maar het was nooit goed genoeg en het was nooit het juiste moment met als gevolg dat ik 4-5 maanden gewacht heb. Totdat er een van mijn vriendinnen, mijn accountability partner in de 10x community, zei tegen mij, als je hem nu niet online zet, dan zijn we geen vrienden meer. Wij kunnen geen vrienden meer zijn als jij hem nu niet online zet. En ik kan dit gevoel dat ik u nu ga vertellen niet omschrijven. Ik was op dat moment, woonde ik nog bij mijn mama en mijn bed staat achter mij. Okay? En hier is mijn klein bureau. Ik zit aan mijn bureau en ik heb die call. En die zegt mij wat ik moet typen. En ik typ daar. Ik zet online. En ik garandeer u. De moment dat ik klik op posten. De adrenaline dat door mijn lijf ging. Valt niet te omschrijven. Ik draai me om. En Lisa vraagt aan mij. What the fuck is er met u? Ik ken het gevoel dat je zo euforisch bent. Alsof dat je iets ongelooflijk gedaan hebt. Ik had dat gevoel. Ik voelde me superman. Ik had net mijn website online gezet. Superman, dat is wat ik dacht. En Lisa zegt, dat is toch normaal, want waarom heb je hem anders gemaakt? Ja, dat is waar. Ik maakte er zo een big deal van, maar de realiteit was dat dat geen big deal was. En de reden waarom ik dat aanhaal is omdat ik schrik had van de reactie van mijn netwerk, van mijn vrienden, van mijn familie. Ik had schrik dat zij fouten zouden zien in mijn website. En het goede nieuws is dat, doordat ik die online zette, mijn familie en mijn vrienden waren die dat zeiden, Kjell, supergoed gedaan, gefeliciteerd, maar hier is een schrijffout. En dat de klootzakken die gewoon zeiden, amai, succes, hier is trouwens een schrijffout. Of mensen die gewoon instant zeiden, schrijffout hier, schrijffout daar, schrijffout daar. Maar het goede nieuws is dat al die mensen mijn feedback gaven, ik iets kon doen met die feedback en die schrijffouten kon herstellen. En nu was mijn website iets beter dan dat het de dag ervoor was. Maar ik had zoveel schrik. Ik heb maanden gewacht om mijn business echt online te zetten en te tonen dat ik echt online was. Ik deed cold call en niemand wist wie dat ik was. En ik had zoveel schrik om die online te zetten en schrik voor anderen. En dus ik wil vandaag duidelijk maken dat uw netwerk u zoveel geld kan doen verdienen. Uw netwerk kan u zoveel geld doen verdienen. Moet eens een gesprek doen waarin dat je geïntroduceerd werd door iemand. Het is 100 miljoen keren gemakkelijker. Je moet jezelf niet meer verkopen, want iemand heeft u geïntroduceerd. Een van mijn eerste klanten was ook zo, 4000 euro per maand Facebook ads. Ik ga daar in de fitness, misschien moet je dan een keer polsen, ik zal zeggen dat je mocht langskomen.
en ik mocht langskomen. En in een uur had ik 4000 euro per maand verdiend met mijn marketingbureau, Facebook ads en funnels. Ik moest die verkopen, want die kende mij door een van zijn leden in die fitness. Dat was mijn eerste grote klant. Hier is mijn advies voor de komende week. Voor de week leg ik u uit hoe dat je afspraken omzet in klanten. Ik wil deze week focussen op het genereren van afspraken. Ik ga een paar tips geven erop, dan kunnen we het al afronden. De eerste stappen zijn gezet, maar vergis u niet. Dit was de gemakkelijkste stap. We beloven zware weken te worden met ups en downs, met vallen en opstaan en heel wat emoties. Elk individu heeft zijn persoonlijke reden om hun leven een andere wending te geven of een extra inkomen te verdienen. En elk van deze mensen heb ik mijn woord gegeven. We gaan dit project doen slagen. Voor ieder van hen moet en zal dit lukken.